Jay, weer een overwinning, yes, bij Glory. Hoe voel je, man? Ja, goed, man. Geweldig. Beter kan niet. Ja. Hoe was de aanloop naar deze partij in vergelijking tot andere Glory? Ja, vorige keer had je debuut gemaakt. Wat is het verschil eigenlijk een beetje? Eigenlijk hetzelfde. We bereiden op elke partij hetzelfde voor en we waren weer topfit, dat zag je. En we hebben gedaan wat we moesten doen. Voordat de camera aanschouwt, zei je dat je hier je allereerste A-partij hebt gevochten. En hoe voelt het dan weer om terug te komen en dan op zo'n manier te winnen? Ja, ik vocht hier mijn eerste A-partij tegen Marino Schouten. Die had toen volgens mij al 40 of 50 A-partijen gevochten, dus dat was wel spannend. En nu was ik relaxed, dus dat is ook fijn. Ja, hoe was je gevoel toen je de ring instapte? Want jullie kennen elkaar ook, volgens mij hebben jullie ook allebei getraind bij Kops, toch? Ja, we hebben vroeger getraind bij Kops, dus het was wel een beetje raar. Maar prima, toen ik de ring instapte was ik gewoon de baas en ik heb gewoon gedomineerd. Precies. Wat was het moment dat je dacht van ja, ik heb dit? Eigenlijk vanaf moment 1. Hij is een hele rare vechter met, ja, je zag die capoeira trappen en weet ik veel wat. Dus ik moest gewoon rustig kijken en lekker mijn acties maken en die knieën maken op zijn lichaam. En je zag het, hij moest opgeven. Waarschijnlijk is zijn rib of iets gebroken. Klinkt heftig inderdaad, ja. What's next, man? Je ziet er gewoon nog fris uit. Het lijkt niet alsof je ergens last van hebt. Hoe snel denk je dat je weer terug de ring in kan? Ik hoop zo snel mogelijk. Kijk, we zijn net twee partijen in Glory. Dus eigenlijk ben ik nog de underdog. Dus ik hoop gewoon snel weer te kunnen vechten. En nu gaan we wel eventjes herstellen. Misschien een kleine vakantie vieren. En dan gaan we weer door. Is goed, man. Gefeliciteerd en spreek je snel weer, man. Dankjewel, man. Oes.